Ja, genoeg voor heel de dag hier. Vandaag starten we hier in Oostende de tweede dag van de pre-campagne met de campagnebus van N-VA aan de kust. Hier in Oostende is het de bedoeling van wat flyers mee te delen, van een aantal nieuwe kandidaten voor te stellen en ook aan de kindjes hier en daar ballonnen uit te delen, zodanig dat we hier ook in Oostende weten dat de N-VA staat voor verandering in de volgende verkiezing van oktober 2014. Was laat er geen twijfel over bestaan. Ook in Oostende is er nood aan de kracht van verandering. Onze stad wordt vandaag geconfronteerd met verschillende grote uitdagingen. De eerste grote uitdaging is vanzelfsprekend het veiligheidsprobleem dat dringend moet worden aangepast. Meer mensen moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid daarin. Een tweede probleem is het parkeerbeleid dat elke visie mist, waarbij de automobilist eenvoudigweg wordt uitgemolken. En het derde probleem waar onze stad mee kampt, is dat het er niet in slaagt, de stad slaagt er niet in, om jonge en actieve gezinnen aan onze stad te binden. Tot op vandaag minimaliseert het stadsbestuur het veiligheidsprobleem. Men heeft het steeds over kleine criminaliteit. Maar de vele slachtoffers van bijvoorbeeld diefstal of inbraak in hun wagen weten wel dat die kleine criminaliteit zorgt voor grote ergernis. Om het veiligheidsprobleem in Oostende echt aan te pakken, willen we het blauw meer op straat zien. Willen we de openingsuren van de wijkkantoren gevoelig uitbreiden. Willen we camerabewaking op alle invalswegen met nummerplaatherkenning. En willen we de gasboetes gevoelig uitbreiden tegen elke vorm van overlast. En niet zoals vandaag enkel om de brave automobilist te pesten. Ik ben hier in uw fiets, maar ik ben hier in München.